Dus ik heb me nu geconcentreerd in dit programma, en dat is een aspect ervan. En dat is eigenlijk een paar jaar in het leven van Satie geweest, eigenlijk tussen 1891 en 1894 ongeveer. Dat hij zich in die esoterische wereld begaf. De Rozenkruisers. Ja, de Rozenkruisers, met zijn eigen kerk stichtte. Die stukken schreef die zo ondoorgrondelijk zijn. Ook omdat je nooit erachter komt bij Satie wat er nu... Ja, er zit altijd een mystificatie om Satie heen, omdat hij natuurlijk alles ook altijd gemystificeerd heeft. En, ja, heel knap. En dus je kan er ook nooit precies achter komen wat het is. Je kan er geen... en dat maakt het natuurlijk ongelooflijk aantrekkelijk. Dat zijn ook de dingen waar je net op doelde, ja. Die om hem heen hangen. Het is natuurlijk in die periode dat hij met die Rozenkruisers, wat deed hij daar nou precies? Met die Joseph Peladan, de tsaar. Zich verbond, dat hij die eigen kerk stichtte, dat is natuurlijk al heel extreem. En die kerk, waar hij een ongelooflijk ontwerp had, hoeveel duizenden priesters en miljoenen gelovigen, en allemaal. Dus en hij stond er daar serieus in? Of, dat is het geheim van Satie, dat je dus nooit precies zal weten. Dat is puut. Ja. Was dat bedoeld voor die kerk? Want hij heeft dat na de breuk met de Rozenkruisers. Dat is in samenwerking met een jeugdvriend die ook in die esoterische wereld een rol speelde. Contamine Latour. En dus hij had die... Kijk, in Parijs in het begin van in die periode, in die 90 jaren van de 19e eeuw. Dat was... enorm aanwezig in de literatuur, in de filosofie, in de religie. Je had die esoterische wereld, de Rozenkruisers is er dan één voorbeeld van. Maar dat was op ongelooflijk veel vlakken. Ja, ook in de literatuur, Julien de Lisle-Adam, zelfs Maeterlinck staat er dichtbij, Wiesman, Jules Le Brun. Je hebt allemaal van die figuren. Dat is een heel geheimzinnige wereld geweest. En daar had hij dus een... In zekere zin had hij daar een plek in die wereld. En in hoeverre, als je die eigen kerk, en dat Usput, ja, dat is, ik heb dat altijd gezien, de partituur van die Usput, als een eigenlijk niet echt uitvoerbaar stuk, omdat het zo in zichzelf gekeerd is, en zo statisch is, dat ik denk, ja, hoe kan je dat nou spelen? En dan staat daar dus in beschreven, dat hele... libretto, of hoe noem je dat, de ja, actie. Ja, vandaar dat ik het een auditorium noem. Die actie van dat ballet, ja, volkomen ondenkbaar dat was ballet. Als je leest wat er allemaal staat, het is zo bizar en surrealistisch en extreem. Dat is helemaal als ballet niet uitvoerbaar. Dat gaat over duizenden figuren met... menselijke figuren met hagedische koppen en weet ik wel. Ja, het zijn beelden die je misschien in schilderkunst 30 jaar later wel tegenkomt. Ja, ik denk dat het surrealisme is. Maar die in die tijd ongelooflijk bizar waren. En dan krijg je dus in dat stuk dus die tegenspraak tussen exuberant actie. Dat is helemaal beschreven, met de kerk in de gedaante van een hele mooie vrouw met een dolk in haar borst. En enfin, de dingen die instorten en rotsen die vallen en demonen en martelaren. En, ga maar door. Het is en dat gaat dan allemaal om de bekering van die Usput. Maar het is zo... zo extreem in de zin dat het helemaal gevuld is met surrealistische actie en dat daar tegenover dus een muziek staat die volkomen in zichzelf is, die daar nooit op reageert, dus alles wat erbij staat, dan gaat die muziek weer op dezelfde eenzelvige manier door. En dat is dus dat heeft me altijd gefascineerd. Wat is dat nou? En hoe zou je daar een vorm voor kunnen vinden? En toen ben ik dus op het idee gekomen van, ja, je moet iets doen. Je moet iets van die achtergrond of van waar het op gebaseerd is, moet je toch kunnen tonen.
En dat kan via de video. Hè? Dus tegenwoordig is het... En ja. Toen ben ik dus bij Arjan Klerks terechtgekomen. Dus de man die veel met Guy Kasseers werkt. En daar had ik ook in een operaproductie. Die heb ik dat voorgelegd. En die vond dat een waanzinnig aantrekkelijk idee om daar iets mee te gaan doen. Dus dat stuk wordt uitgevoerd als het ware een videovoorstelling. Die dingen worden dan ook op die video's... Nou ja, kijk, je kan dat niet, daar heeft hij een vrijheid en dat interpreteert hij op zijn eigen manier natuurlijk, want je kan bijna niet dat helemaal volgen. Ja, het zou ook een optie kunnen zijn misschien, dat weet ik niet, maar... Je zou er een surrealistische film van kunnen maken met een partituur, met het ballet als soundtrack. Dat zou ik tegen, nou ja, niet goed. Voor live uitvoeren, ja. Maar dat zou een leuke televisie, nou ja, goed, televisie. Je kan daar de dingen wel goed, daar is hij nu aan bezig en daar heeft hij helemaal zijn eigen idee. Daar wordt nog aan gewerkt. Dat is leuk, dus dat is nog spannend. Ik weet dus ook nog niet allemaal wat je te zien krijgt, maar dat stuk wordt dus niet sec als muzikaal stuk gepresenteerd en dat vind ik ook wel juist, want ik geloof niet in de bestaan als autonoom stuk. He, dus voor de pauze speel ik die stukken, je hebt die Sonnerie de la Rose en Croix en je hebt Le Fils des Étoiles, dat was een toneelstuk van die Péladan waar die muziek bij geschreven heeft. Je hebt de Prélude de la Partie Ruy du Ciel, dat is ook weer bij een toneelstuk. Je hebt die Danse Gothique, dat is heel erg op zijn eigen religieuze, esoterische wereld betrokken. En die speel ik voor de pauze als ware als één ding, he, dus aan elkaar verbonden. En waarbij je dan, omdat we toch met schermen werken, dat je daar alle informatie die hij geeft, Satie, en die is soms zeer mooi en mysterieus ook, dat je die ook te zien krijgt. Hè. Dus er staan soms dingen in die partituur, die zijn echt geweldig. Het en plan en mobiel begint er een Fils des Étoiles. Dat geeft al zo ongelooflijk mooi weer bij de muziek. Maar ook dingen, daar staat opeens een akkoord, toujours, of très bien. Dus die dingen die hij daarbij schrijft, dus die informatie die komt op scherm, zodat je ook nog de context je hebt dat in het geval van die danspolitiek, dat is op zichzelf part, dat is ook muziek die voorkomen in zichzelf draait en willekeurig afbreekt en dan begint het weer en dan gaat het weer precies zo door. Maar de titels die zijn geweldig en om echt te zien dat je een titel hebt en dan gaat die muziek die ontwikkelt zichzelf als het ware los van wat er boven staat en om dat te laten zien. Is dat, vind ik heel mooi, omdat ja, scherm daar ook... Ja, ik zal zeker komen. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat dus het wordt een hele wonderlijke avond natuurlijk, vooral muzikaal. Het gekke aan Satie is natuurlijk inderdaad, u stipte dat al aan. Ja, het is niet te plaatsen. Als je het niet leest, dan geloof je niet dat het uit 1890 komt. Nee. Het kan ook uit 1980 komen. Ja, nou precies. En als je dan nog naar de noten kijkt, dan is het dus eigenlijk kan je bijna geen voorstelling van maken dat een componist in die jaren die noten opschrijft. Waar dat vandaan komt. Daar heeft u ook geen antwoord op gekregen? Daar krijg je geen antwoord op. Ik bedoel, dat zijn allemaal de mysteries die... In zijn eigen tijd, in die jaren 1890, we zijn niet serieus genomen, toch? Dat is pas later. Nou, dat is... Nee, ja, 1920 of zo. Hij werd bijvoorbeeld door Debussy wel degelijk serieus. Ja, door Debussy wel, ja. Die heeft die mystieke sfeer... Was natuurlijk in de wereld buiten de muziek... was hij toch een grote persoonlijkheid. Ik bedoel, in die jaren... Nou ja, los van het feit dat hij dan... tamelijk bekend was als café-pianist. Dat is toch een ander soort roem. Maar had hij een grote kring van mensen, kunstenaars, waar hij wel in hoog aanzien stond. En dat is natuurlijk in zijn latere leven, is dat met name in de beeldende kunst, met Picasso en Picabia. In de filmmuziek, hij heeft toch een van de eerste echte filmscores gemaakt met René Clair. En dus dat is natuurlijk in die latere periode, had hij een enorme naam, met name buiten de muziek. Maar dan is
vanaf, laten we zeggen, 1920, dan is ze in de midden en al die mensen die zijn ineens al gearriveerd. Dan is het eigenlijk ook logisch dat hij veel meer en die hele stad samensmelt. Ja, goed, van dat is de muziek. De tweede helft van zijn leven is natuurlijk een totaal andere muzikaal dan de eerste helft. En die tweede helft, ik heb hier die balletten uitgevoerd en soukade en al dat soort dingen, natuurlijk ook hartstikke leuk om te doen. Maar dat is wat mijn muzikaal niet veel minder fascineert dan die beginperiode. Die beginperiode is beginperiode, dat hij als het ware bijna op het Gregoriaans weer baseert en op zo'n middeleeuwse de ontkenning van alles wat er in muziek op dat moment aan de orde was, het is een totale ontkenning ervan. Hè? Alsof hij daar zich volkomen van afgekeerd heeft. Die man valt niet te plaatsen. Nee, hij valt niet te plaatsen. Dat is natuurlijk het aantrekkelijk. Ik heb er behoorlijk veel over gelezen. Zijn eigen teksten. Zijn werkelijk schitterende teksten bij. Maar ze zijn allemaal een mystificatie.